laatst lopen. Ik reed vanuit een verjaardag, vanuit Sloterdorp, reed ik naar huis toe. En dan reed deze auto reed voor me. En ik zelf zag ik dat ze achterkant uitbrak. En ik zie hem zo de dijk afrijden en vervolgens de sloot inrollen. Dus ik ben natuurlijk meteen gestopt om te kijken wat er gebeurd was en wie erin zat. En vanzelf hoorde ik geschreeuw, iemand om hulp roepen. Dus ik heb geen seconde getwijfeld en meteen ben ik de sloot ingestapt. En toen ik kreeg de deur in het begin niet open. Of zo alle deuren geprobeerd en er ging één deur open. En toen zag ik een volgelopen auto met een jongen erin. Dus die heb ik meteen de auto uitgetrokken. Toevallig kende ik hem ook nog, want hij woont de straat naast me. En die, helemaal doorweekt heb ik hem zijn auto uitgehaald. Zijn auto helemaal totaal los en in de sloot. Dus die heb ik de kant op geholpen. De jongen in kwestie, die was helemaal doorweekt. En die hoestte ook wat water op. Dus in de eerste instantie maakte ik wat zorgen dat hij misschien water in slong had. Maar later is hij de kant op gelopen, is hij even gaan zitten. En al snel ging het wat beter. Ja, het was wel erg koud, maar verder viel het eigenlijk reuze mee. Dus er is ook geen ambulance of dergelijke bijgekomen. En hij is door zijn ouders opgehaald, lekker onder de douche gestapt en naar huis toe gegaan. Je bent een held. Ja, dat zal ik mezelf niet noemen, maar het is wel leuk om te horen.